Nederland. Een vruchtbare rivierdelta waar ooit eindeloze bossen en gevarieerde rivierbegroeiing het aanzicht bepaalden. Tegenwoordig ziet ons land er heel anders uit en zijn we zuinig op alle stukjes natuur die we nog over hebben. Natuurbeheerders staan daarbij voor een lastige taak. Ze willen verscheidenheid in hun landschap, maar ook robuuste beplanting die tegen een stootje kan. Er moet aandacht zijn voor biodiversiteit, maar ook voor houtproductie en natuurlijk voor de recreatieve waarde. Welke beplantingen passen het best bij al die verschillende doelstellingen? Om die vraag te beantwoorden, kunnen beheerders rekenen op de rassenlijst bomen. In deze database is precies te vinden welke begroeiing voor welk doel het meest geschikt is. De lijst geeft aan hoe hun kwaliteit gewaarborgd kan worden, wat het beste zaaigoed is en welke groeiomstandigheden optimaal zijn. De gegevens uit de lijst worden voortdurend herzien en aangevuld. Dat gebeurt door een breed panel van wetenschappers en vertegenwoordigers uit de sector. Speciale aandacht is er daarbij voor autochtone populaties van bomen en struiken. Deze zijn van nature goed aangepast aan lokale omstandigheden en dragen bij aan de unieke biodiversiteit van ons land. Behoud en herstel van het Nederlandse genetisch erfgoed is het doel van de Nationale Genenbank. Die is gevestigd op dit bosterrein in Flevoland. De Genenbank biedt ruimte aan zeldzame autochtone populaties die door heel Nederland worden opgespoord. Met dit bronmateriaal worden nieuwe planten gekweekt waarmee het erfgoed zich kan herstellen. Hun rijke genetische basis maakt deze planten authentieker en sterker dan verwante soorten uit het buitenland. Zo blijft het unieke Nederlandse landschap ook voor de komende generaties behouden. Met de rassenlijst bomen en de genenbank kunnen beheerders van bos en natuur een verantwoorde beslissing nemen over de aanplant in hun gebieden. De lijst helpt hen om het geschikte plantmateriaal te bestellen en de kwaliteit te controleren van het plantmateriaal dat hen geleverd wordt door boomkwekers en handelaren. Voor boomkwekers bieden de rassenlijst en de genenbank een hulpmiddel om hun kwaliteit te verhogen en hun klanten optimaal te adviseren. Want uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel. Een ruime variatie aan mooie, gezonde bomen en struiken die goed zijn aangepast aan het klimaat en de bodem. Duurzaam groen, dat ook de volgende generaties uitzicht biedt op een rijke biodiversiteit.